mijn mensen recht aan het zetten. En ik heb natuurlijk dit hele mooie ding. Kijk. Ik word hier wel een beetje geil van. Floris Postmes. Vorige week mes laten maken, lekker pizzetje gemaakt, stoofpotje gemaakt. Vandaag gaan we weer iets lekkers maken. Anders had ik geen filmpje gemaakt. Heel goed, Nick. Vandaag gaan we empanadas maken. En wat zijn empanadas nou? Empanadas zijn eigenlijk gewoon een soort pastijtjes. Een deegbultje gevuld met shit. We gaan er eentje vullen met pulled chicken. En we hebben een andere vulling, namelijk met tonijn. Wat gaan we er nou meer bij maken om heel het cirkeltje, de circle of life van deze dag, van dit gerecht af te maken? Chilisaus. We gaan zelf chilisaus maken. Waar komen empanadas vandaan? Empanadas zijn Spaans, Portugal, is het naar Zuid-Amerika is het ook heel populair. Volgens mij is bijna elk land in Zuid-Amerika ook zijn eigen versie. Shit die je over hebt, kun je gewoon in een empanada douwen. Aardappels over, empanada. Vlees over, empanada. Vis over, empanada. Empanada, muy bueno. In de tummy, lekker lekker. 390 gram bloem. Halve theelepel zout. 170 gram boter. Eerst één klein schepje boter erbij, kijk. En laat het gewoon een beetje ronddraaien. En dan drop er nog een beetje in. Doe het gewoon per blokje. 1 ei. Kijk, 120 ml water. En dan doe je eerst de helft erbij. Doen we nog een heel klein beetje erbij. Je doet er dus in totaal 80 ml water bij. Oh, dit is wel een lekker deegje hoor. Hey. Pak maar een stuk keukenfolie. Dus laat ze ongeveer een half uurtje even in de koelkast even een beetje chillen. Pulled chicken. Pak gewoon je stukjes kip. En die snijden. Gewoon een beetje zo in een paar grove stukken. Pak je klein uitje. Wat een topmes. Dan hebben we hier nog een knoflookje. Twee knoflookjes. Eén eetlepel boter. Je uitje en je knoflook. En die gooi je erbij. Klein beetje aanzweten. Dan pak je hier je kippendijen en die gooi je er allemaal bij. Een beetje aanbakken. Ik doe er ongeveer 250 ml barbecue saus bij. Ik had geen zin om mijn eigen barbecue saus te maken. Dus ik heb hem van Bacon Specerijen. Smoky barbecue sauce. Lekker. Je gaat het nu een beetje laten sudderen. Gaan we ongeveer een uurtje gaan we het zo laten op laag vuur. Zodat we het straks het hele chickie aan elkaar kunnen trekken. We gaan door naar vulling nummer dos. Dat is Spaans. Voor twee. Eén knoflook en één uitje. Pan op het vuur, klein beetje olie erin. Uitje en knoflookje. Ik heb hier twee blikjes tonijn. Ik heb hier twee gekookte eieren. Kijk, heb je grove blokken snijden. Kijk, zoals dit. Die gooi je dan bij je tonijnmengsel. Een beetje bieslook. Je gehakte bieslook gooi je er gewoon bij. Zet je het vuur uit. De chicken is klaar om gepoeld te worden. Twee vorken. En je gaat de kip ga je uit elkaar trekken. Kijk. Dit moet even afkoelen voordat we de empanadas gaan vullen. Terwijl we aan het wachten zijn, chili saus maken. We snijden hem open en we halen de zaadlijsten eruit. Dat zijn deze dingen. Dit is wat het pittig maakt. Maar ze moeten even weken. Dus dan pak je wat heet water en dan ga je ze helemaal in het vat. Waarom weken we de pepertjes nou? We weken de pepertjes zodat ze straks als we ze gaan blenden, dat ze dan wat zachter zijn. Anders krijg je van die harde schilfertjes in je saus en dat is niet te vreten. Dus dat wil je niet. Laat je even een kwartiertje staan. 60 ml. Azijn, 90 gram suiker. Heb je hier al samen in een bakje zitten? 1, 2, 3 teentjes knoflook. Deze hebben een kwartier geweekt. En die gooi je erbij. Dan doe je. Zo. Dit mengsel verwarmen zodat de suiker smelt, zodat het dikker wordt. Oeh, die moet je ongeveer 10 minuten, een kwartiertje even in laten koken. Kijk. En dit is chilisaus. Je kan er 1 eetlepel water bij doen. Want wat er gebeurt. Als je saus afkoelt, wordt die ook wat dikker. En heb je straks een hele dikke stroop. Dat wil je niet. Kijk, en nu is de chili saus perfect. En panadedeeg is klaar. Dit gaan we uitrollen. En dan gaan we ze uitsteken. Dus dan gaan we er rondjes van maken. En dan gaan we ze vullen met onze vullingen. We verdelen ons deeg in twee stukken. En dan gaan we hem even
plat rollen. 3 mm dik, zo dik ongeveer, kijk. Ik heb dit. Dit is 1. Maar wel hele kleine empanadetjes, Jezus Christus. We gaan kijken of dit misschien werkt. Zo, die is ietsjes groter, maar niet veel beter. Wat heb je dan? Ja, nee, dat is te klein. Gewoon een bakje van de IKEA, doe je gewoon zo. En deze is wat groter. Kijk dan. We gaan ze vullen. En dan doe je in het midden, kijk. Je hebt hier een stukje cheddar. Klein beetje kaas, je vouwt hem dicht. Krijgt de tyfus, godverdomme, dikke klauwen ook. Vouwt hem aan de bovenkant dicht. Aan alle zijkanten, kijk. Helemaal aandrukken, dan druk je hem helemaal dicht. En dan kan je figuurtje maken, kijk. En dit is 1 empanada, kijk dan. Met de pulled chicken, een stukje kaas erop, omvouwen en aandrukken. Maar best wel stevig drukken en dan draai hem om. Pak je dit uiteinde weer beet, draai hem om. Huppatee. Je hebt een schaal met vetvrij papier. Zo, 1 eitje. En dan pak je zo een beetje van je eimengsel op het kwastje. En dan smeer je zo. Kijk dan. En nu gaat hij in de oven. 190 graden voor een minuutje of 20. 20 minutes later. Oh, je empanadas zijn klaar. Dit is echt super nice. Dit is met tonijn en kaas. Kijk dan. Even in zelfgemaakt chili saus. Oh, Oh shit. Deeg is lekker flaky. De vulling. Met pulled chicken gaan we eerst even zonder saus. Ah, ik ben zo gelukkig. Ah, man. Chili saus erbij. En zo fucking simpel is het. Maak dit deeg. Dit deeg is te gek. En vul het gewoon met wat je wil. Kan met alles. Kan met groenten, chili con carne, gehakt, pulled pork, brisket. Met alles kan je dit vullen. Kijk volgende week weer gewoon naar eten met Nick. Lekker, man.